Als klein manneke ben ik vertrokken naar Japan rond 16, 17 jaar. En ik dacht dat ik de grote kampioen was. Ik was al de beste van de wereld bij de juniors en ik ga naar Japan. Dat is één grote judozaal, een klein voetbalveld. En daar staat dan 500 jonge leeuwtjes op, jonge judokastjes. En een grote hong. En degene die de avond ervoor zich pijn gedaan heeft, staat daar voor die hong met een grote tamboer. En die slaat daarop en die roept Kotai om de 5 minuten. Dat is Kotai! En dat is dan 500 man die op je afkomt en die gooien je van links naar rechts om de 5 minuten. Kotai! En dat verandert en dat gaat van links naar rechts. Dat duurt zo 3 uur 's morgens en 3 uur 's middags. En ik kan u verzekeren, het is niet alleen maar de hoesting om succesvol te zijn op de Olympische Spelen, want dat is binnen 4 jaar, maar vooral de passie die maakt dat je toch kunt blijven verder gaan. De hoesting om voilà, de beste te zijn van de wereld en die hoesting, dat zit hier van binnen. En de passie, dat is iets, voilà, dat was mijn droom, dat gaf mijn zin. Ik stond daarmee op, ik ging daarmee slapen. En, mijn eerste ervaring Olympische Spelen, dat was Montreal. Heel hard getraind, 6 uur per dag, Kotai veranderd om de 5 minuten. En dan kwam ik in de Olympische Spelen in Montreal en ik zag daar de Russen, CCCP, topplayers. En in één keer verloor ik gans mijn vertrouwen. En ik zag, ja, al de groten zijn hier. En als je jezelf niet vertrouwt, dan heb je ook geen kans om te winnen. Dat was mijn eerste levensles om te zeggen, ja, daar heb ik wel ervaren dat je alleen nergens staat, dat je een team rond je moet hebben met heel competente mensen om de beste te zijn. En dan zijn we gaan oefenen om eigenlijk iemand die mij al 3 keer geklopt had in de wereldkampioenschap, was Gubuluri, die Rus. En dan hebben we 1 jaar lang gewerkt op 1 techniek, omdat we wisten dat de grote kans was dat er die Rus moest kloppen op de Olympische Spelen in Moskou, in zijn eigen land. We hebben heel hard gewerkt, tanden op elkaar, en maar pedaleren, en maar gas geven, en maar trainen, en afzien, grenzen verleggen, en moeilijk. En in één keer, voilà, Moskou komt eraan en we zijn succesvol, armen in de lucht, en in één keer ziet je dat je van een doodgewone jongen, want ik ben een doodgewone jongen uit Oostende, een BV wordt. En dan zie je in één keer een hele groep van mensen rond je die zeggen, wauw, dat is een... we hebben gewonnen. Mais tout le monde espère que tu vas réussir aussi les Jeux suivants. Et tout le monde était présent aux Jeux à Los Angeles, au premier rang, les ministres, les représentants des fédérations et des comités olympiques. Iedereen was daar aanwezig om te zeggen, ja, we zijn er klaar voor, omdat Van der Wallen nogmaals performant gaat zijn en we kunnen daarmee samen in de zon staan. Niks valt mee, maar wat had ik? Ik was zodanig gekrispeerd, gespannen om te falen, angst om te falen, dat ik alles gedaan heb om niet te falen en ook niets gedaan om te winnen. En daar was ik ook weer terug de eerste ronde eruit, fouten gemaakt. Maar wat dat er daar interessant was, dat is die les dat ik daar geleerd heb van hé jongens, het moet hier op een andere manier. Het kan niet meer met tanden op elkaar en pedaleren. En ik moest een ander middel ontwikkelen om eigenlijk terug te keren en vandaar heb ik dan mijn concept ontwikkeld in de Path to Mastery, de weg naar meesterschap. Ben ik terug naar mijn meester geweest in Japan, die zegt ah, Van der Wallen geen knijn, hey. Die spreekt zo zoals in die samurai films. Van der Wallen voelt zich niet lekker, Van der Wallen se sent pas bien. Et en fait, on se sent pas bien quand tu as travaillé 6-7 heures tous les jours et tu perds au premier tour, ben on se sent pas bien. Wat heb ik wel gedaan? Dus gaan praten met die meester. Waarbij dat die meester zegt, ja, come with me. En dan hebben we boven gaan kijken wat dat er boven op de deur stond geschreven in Japan. Leave your ego with your shoes. Hij heeft mij gedurende 4 jaar geobserveerd hoe dat ik aan het oefenen was. Ik was wel aan het oefenen, trainen, maar met dezelfde programma's dan 4 jaar geleden. Waarbij dat ik was wel veranderd. Mijn situatie was veranderd. Iedereen kijkt naar mij op. Waarbij dat je toch de rol gaat spelen als I'm the champion. En dan heb ik contacten van eigenlijk moet ik terugkeren naar de essentie en naar mezelf. Hoe kan ik mijn stabiliteit, mijn evenwicht terugvinden in mijn leven? Wat zijn mijn drijfveren? Hoe kan ik mijn grenzen gaan verleggen? Waar kan ik voor gaan? Waar wil ik nog?
En door die vragen te stellen en de antwoorden op te vinden, heb ik dan terug gaan oefenen met een minimum van inspanning voor een maximum efficiëntie. En de volgende Olympiade waren in Seoul. En we hebben dan gedurende 6 maanden geoefend, heel hard geoefend, om de Koreaan die eerste was in Los Angeles te kloppen. Dat is misschien toch wel interessant. Hoe kan ik maken als ik nu een gelijkmaakbedrijf werk hard moet werken? Hoe moet je wat continuer? Est-ce que je dois faire toujours avec les dents serrées? Ou est-ce que je peux le faire avec une certaine attitude? Winnen is eigenlijk het belangrijkste, dus daarvoor dat we het ook allemaal doen. Dus ik ben wel een winner. Ik wil winnen, altijd naartoe, wil ik goed doen. Maar de weg ernaartoe vind ik wel heel belangrijk, de manier waarop dat ik wil winnen. En ik wil winnen met stijl en met uitstraling. Niet meer zomaar winnen, gelijk op welke manier. De waarden die voor mij belangrijk zijn, dat is oprechtheid, eerlijkheid, vriendschap, samenhorigheid. Ik maak graag deel uit van een team. De medailles zijn wel heel belangrijk. De overwinning op het moment wel heel belangrijk, maar wat blijft er over vandaag? Dat is die vriendschap dat ik vandaag heb met al mijn collega's in de hele wereld, of partners of tegenstrevers van de hele wereld. Dus ik hou veel van kwaliteit zijn. Niet alleen maar in het doen, maar ook in het zijn. Wij gebruiken de Japanse kerstelaar eigenlijk als symbool. Dat is heel diep geworteld. Dat heeft de ruggengraat, zijn colonne vertebrale. Ça s'appelle le guichi en japonais. Ça des branches. Hein. Et quand Kano a développé le judo, als Kano de judo ontwikkeld heeft, heeft hij naar zo'n Japanse kerstelaar gekeken die ondergesneeuwd was. En door het gewicht van de sneeuw zag je de takken plooien, plooien, totdat de sneeuw van de takken viel en terug hun plaats innam. En Français zeiden die, of céder pour vaincre, overgeven om te overwinnen. Terug naar die stabiliteit, flexibiliteit. Réussir une médaille olympique, c'est réaliser un rêve. Et quand tu réalises un rêve, c'est quelque chose de fabuleux. Un Olympien, il lui faut 12 ans de travail, 6 heures par jour, 7 jours sur 7. Point à la ligne, c'est pas autrement. Il n'y a pas de secret parce que très souvent les jeunes viennent me demander est-ce qu'il n'y a pas un petit secret pour gagner? Il n'y a pas de truc sauf que travailler, mais travailler dans la qualité. Et quand tu gagnes et tu réussis, ben, c'est satisfaction. Mais la satisfaction, en fait, il faudrait presque l'avoir tous les jours. Tous les soirs, quand tu as bien fait ton travail, ben, il faut se frapper sur l'épaule. Ben, hey, j'ai fait une belle journée. Et c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est la médaille olympique.